staan hier een heleboel goden, mevrouw. Ja, ik zie het. Welke is de uwe? Heb je ze allemaal gezien? Ja, ik heb hem nog niet echt ontdekt. Nee? Nee. Nou, lopen we toch even langs? Deze? Nee, die is niet de mijne. Deze kan ook nog. Die is ook niet de mijne. Nee. Die komt meer in de richting. Ja. Dat is ook af en toe wel leuk. Af en toe wel leuk. Met AB? Afstandsbediening. Oh. Nee. Ook niet. Deze ook niet. Deze ook niet. Uh-huh. Nee. Nee. Of helemaal niets, dat kan ook nog. Ja, ik denk dat ik het daarop hou. Ja? Een klein beetje van iets anders. Ja, en welke andere dan? Welke was dat ook weer het plaatje? Dat is de onbekende god. Oh, de onbekende, ja. Ja. Dus, maar als je nou moest kiezen die of die, welke neem je dan? Ik denk de onbekende. Ja? Nou, vertel maar, waarom deze? Is het spannend, omdat hij onbekend is. Ja? Ja. Dus jij gelooft wel dat er iets is, maar je weet niet wie of wat? Ik wil niet direct zeggen dat ik geloof dat er iets is. Ja, ja. Maar als er iets zou zijn, en vind ik het wel heel leuk dat hij onbekend is, dan maakt het voor mij spannend. Ja? Ik wil het kennen. Er staat ook iets onder, hè? Er staat ook nog een bordje onder. Mag ik het optillen? Nou, eigenlijk niet. Oh, dan doe ik het niet. Want dan is de spanning eraf, hè? Dat is waar. Ja. Welke ga je kiezen? Ik denk de onbekende. Ja? Ja. Ja. En waarom? Waarom de onbekende? Nee, hem niet kent. Hij zit in ieder geval niet bij de andere. Ik wil niet zeggen dat ik geen, niet in een god geloof, maar welke het wel is. Mm-hmm. Zou ik ook niet kunnen zeggen. Nee. Want met deze kun je nog alle kanten uit eigenlijk. Uh-huh. Je kunt, omdat er zoveel, ja, het moeilijk is om een weg te zoeken, mm-hmm. zeg maar. Ja. Dat je toch nooit weet wat is nou echt, hier kun je zelf een vorm aangeven, mm-hmm. eventueel. Kun je nog invullen. Ja. Hij is nou nog onbekend. Uh-huh. Maar je kunt hem nog invullen tot je op een gegeven moment misschien zeker weet of zo. Maar hoe kun je er nou achter komen of er een god is en wie die is en hoe die is? Of, hoe moet je daar achter komen? Ik denk dat je er niet achter komt. Ik denk dat je erin gelooft. Op een gegeven moment dat je denkt dat er is, maar ik denk dat er nooit echt achter komt. Ik geloof wel dat er iets hogers is dan de mensheid. Mm-hmm. Maar hoe je erachter komt wat het is, dat weet je vraag. Nee. Nou, kijk, ik denk dat zeg maar, de onbekende God, dat je die pas kan leren kennen als die God zichzelf bekend maakt. Ja. Snap je? Ja. Dus ik bedoel, je kan nooit weten wie God is, tenzij God zelf de moeite neemt om aan ons te laten zien wie hij is. Als die dat niet doet, dan kan je nooit weten wie die is. Nou, en volgens mij, want daar is dus waar je naar moet kijken, van er zijn allemaal religies in deze wereld, maar als je wilt weten wie God is en of die er is, dan moet je zoeken naar, heeft God zichzelf bekendgemaakt? Heeft hij zelf de moeite genomen om aan ons te laten zien wie die is? Nou, volgens mij is dat de enige oplossing. Als God dat niet zou doen, als God bij wijze van spreken tot in eeuwigheid op zijn troon zou blijven zitten, toekijken hoe het misgaat in deze wereld, dan kunnen we dus inderdaad nooit weten wie hij is. Maar als hij de moeite neemt om aan onze mensen te laten zien van kijk, hier ben ik, zo ben ik, dan kunnen we het wel weten. Het gebeurt niet zo wezenlijk dat wij dat kunnen voelen. Nou, de vraag is natuurlijk dan, van is dat gebeurd of nog niet, of nog steeds? Of, en dat is volgens mij waar we naar moeten kijken van, is er op de een of andere manier, heeft God zich ergens in de geschiedenis bekendgemaakt of zo? Stel nou dat jij in de schoenen van God stond, hè? Wat zou je dan doen om mensen te laten zien dat jij er bent? Er zijn zoveel dingen die ik misschien wel zou doen. Ik kan niet één specifiek iets noemen. Even nadenken. Dat is toch niet zo makkelijk? Hè? Nee. Nou, bedenk maar eens wat. Zou je met een donderende stem uit de hemel spreken van hallo? In ieder geval iets wat iedereen hoort en ja, iedereen ziet. Dat moet iedereen duidelijk zijn. Op tv of zo. Op tv. Nou, weet je wat volgens mij een goede zou zijn? Als hij zelf een keer mens zou worden. Als hij zelf nou een keer mens werd, dan ja,
Ja, maar er zijn zoveel maar, dingen. Maar de een zegt dit, de ander zegt dat. Dus we weten het allemaal beter. Nee, ik denk niet dat het werkt. Want die zou niet geloofd worden als zijnde de God in de mens. Als er nu een profeet op staat, zoals zoveel duizend jaar geleden je profeet had, dan word je opgesloten of zo. Als God nou eens mens werd, zou dat niet een goede oplossing zijn? Dan zouden we erachter kunnen komen wie die is. Dat is wel een beetje een beperking voor hem uiteraard, maar ja goed, die moeite zou hij misschien moeten nemen. Het zou wel een goede zijn, of niet? Ja, maar als hij mens is, dan is het te onopvallend tussen de mensen. Maar dan snappen we het in ieder geval wel. Want kijk, nu snappen we er helemaal niks van. Nu weten we helemaal niks. Goed, als je nou mens wordt, dan snappen we het in ieder geval. Dan kunnen we het nog begrijpen. Huh? Als het de mens is die te begrijpen is. Nou, uiteraard. Nou, volgens mij heeft hij dat gedaan namelijk. Ja? Ja. Ja, denk ik. Dat denk ik echt. Hoezo dan? Zo ongeveer 2000 jaar geleden heeft hij als mens op deze wereld rondgelopen. Hoe weet je dat? Hij heette Jezus. Ja, kijk maar naar wat hij gezegd en gedaan heeft. Ja, maar zeggen ze? Jezus is God niet. Nou, ik denk dat je zelf je eigen God bent. Je bent je eigen God, dus jij zou voor deze kiezen, zo. Ja. Dit en. Hier. Ja? Ja, lijkt me wel. En waarom kies je daarvoor dan? Omdat je zelf bepaalt hoe jij leeft en je bent toch een individu op deze wereld. Mm-hmm. Dus je bepaalt alles zelf en dan kun je wel volgens een andere god gaan leven, of volgens de islam of volgens de Rooms-Katholieke kerk. Maar je bepaalt toch zelf wat je moet doen. Mm-hmm. Maar jij hebt jezelf toch niet gemaakt? Jij hebt jezelf toch niet op deze wereld gezet? Nee. Dus hoe kan je dan je eigen god zijn? Nee. Ja, het is wat sta jij onder god dan? Nou, onder een god. Ik denk, ik kan niet zelf een god maken. Ik kan niet zeggen van, hij is zo, want dan maak ik hem zelf. Ik denk, dus net wat ik zelf net zei tegen jou, van dat je dus alleen kan weten wie God is of hij er is, als die god zelf zichzelf bekend maakt. Maar als hij laat zien wie hij is, dan pas weet je zeker of hij er is en hoe die is. Maar ik kan niet zeggen van, nou, het lijkt me wel leuk als die zo is, doe maar zo. Alsof je hier zo in een winkel... Maar denk je dat hij zich bekend maakt dan? Ik denk dat hij dat gedaan heeft, ja. Ik denk dat hij het gedaan heeft. Heeft hij ook gedaan? Ja, joh, ach man. Hij heeft zo ontzettend veel pogingen ondernomen om aan ons te laten zien wie hij is. Hij heeft heel veel dingen gedaan. En het grootste wat hij gedaan heeft, en meer dan dat, heeft hij volgens mij ook niet kunnen doen. En dat is dat hij zelf een keer mens is geworden en dat hij als mens op deze wereld rond heeft gelopen. Dus jij ziet God als die mens? Ja, als die mens en die heet Jezus, ja. Daarom heb ik heb er neergezet een kerkje, huh? Ja. Maar ik heb ook een onbekende god en ik geloof nog niet meteen dat als je in Jezus gelooft, dat je dan meteen in de katholieke kerk moet geloven, of de paus of in de dominee of weet ik niet wat. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die zeggen in Jezus te geloven en die er een geweldige pot van maken. Ja, precies. En dat is allemaal uit te beschrijven. Ja, precies, dat is dus niet, maar ik vind dat je Jezus moet beoordelen op grond van wat hij zelf gezegd en gedaan heeft. En dat, daarom is volgens mij Jezus die onbekende God. Omdat heel veel mensen horen wel van hem. Ja, maar dan is het niet onbekend meer. Maar ze associëren dat meteen met wat ze zelf van de kerk meegemaakt hebben. En daarom, men heeft eigenlijk helemaal geen idee van wie Jezus nou werkelijk was en wat hij bedoelde en zo. En daarom, alhoewel die dus de grootste bekende is die ook de grootste onbekende. Kijk, ik moet het vrij simpel houden, want voor mij de onbekende God... kun je nog altijd invullen. Maar dat wezenlijk aan. Maar wie vult dat nou in? Jezelf? Nee, dat moet hij doen. Ja, maar dat moet hij. Als hij het niet invult, dan kan u het ook niet. Want dan is er 100% kans dat hij ernaast zit. Dat er iets is, misschien kom ik er na de dood achter. Dat denk ik namelijk. Ik denk dat God inderdaad een keer de moeite heeft genomen om mens te worden. En die mensen heten Jezus. En in Jezus heeft God laten zien wie hij is. Dus daarom is volgens mij die onbekende God, is dat Jezus. Want in Jezus heeft God zichzelf bekend gemaakt. Moeilijk, hè? Ja, toch wel.